Goedemorgen beste kijkers, welkom in Frankrijk. Het is woensdag 24 april 2013. We zitten hier op de A77, vlakbij Montargis. We zijn op weg naar het zuiden. We hebben een stuk of 10 losadressen erin zitten, dus hopelijk wat te doen. Hier hebben we de Paillage bij Cosne-sur-Loire, heet het plaatsje. En hier in het Cosne, daar hebben we tevens onze eerste klant zitten. Aan de rechterkant is een groot centrum commerciaal, dus daar zal hij wel zitten. Juist ja, hier is er dus niet. Zo, de eerste klant die hebben we gelost, hè. Dan gaan we nu naar Bourget toe. Het is buiten 23 graden, beste snuitjes. Dus best wel aangenaam, zeg maar. Hè? Mooie omgeving hier, hè? Altijd leuk, die oude Franse dorpjes, stadjes. Net ingehaald door een gele en een rode Ferrari. Dat zijn helemaal oude Ferrari'tjes. Ik weet niet of je het zien kan. Zo, net gelost hè, in Bourget. Gaan we nu richting Mont-Luzon. Ja, ik denk dat we daar om een uur of half zes zijn, dus ik hoop dat die man het nog wel eventjes aan wil pakken. Ja, we gaan er hier zo af, richting Mont-Luzon. Het is niet ver meer, hè? Een kilometertje of 7.
dat is ondertussen wel 5:30 geworden, dus ik hoop dat hij nog even iets aanpakt, die drie karretjes. Nu rechts afslaan. Ja, dan moet hij hier ergens zitten. Even kijken. Verderop, hè, aan de linkerkant, de Chartierland, zie je? Ik druk op een knopje en de poort gaat voor ons open. Dus, die pakt het nog wel aan. Tot 18 uur staat er op het bord. Dus dat is kaasie. Nou, dat lossen, dat was 10 minuten werk. Dus dat ging best. Daar zijn we ook weer mooi vanaf. Hé? Nou, dan gaan we nu naar Charmeil. Ja, die pakt het niet meer aan vandaag. Dat Charmeil, dat ligt net boven Clermont-Ferrand. Zo, dan gaan we nog even 15 kilometer binnen door en dan zijn we er. Goedemorgen beste kijkers. We hebben hier net gelost en we gaan nu naar Clermont-Ferrand. Zoals jullie zien is het schitterend mooi weer. Hè? Kijk hier aan de rechterkant, achter het vrachtautootje, daar staan ze snelheid te controleren. Ik werd al gewaarschuwd. Zo, kijk eens. Het oldtimertje wat daaruit. Kijk, ging er nog een. Ik denk dat er een rally is, want ik zag al meer van die autootjes. Gisteren ook al. Hier nog eentje. Overal stonden mensen langs de weg daarnet. Stonden allemaal met camera's en weet ik het, dus het zal wat te doen wezen. Kijk, daar komen ze allemaal aan, over de vluchtstrook. Ik denk dat daarom dat verkeer even opgehouden wordt. Gaaf zeg, al die oude dingen. Fantastisch. Kijk, komen er weer een stelletje aan, zie je? De veldwachter erbij. Komen er weer een paar. Wel leuk zeg. Kijk hier. Fantastisch. Hup, gaat er weer heen. Prachtig joh. Ja, het is wel geinig allemaal natuurlijk, maar voorlopig kost het wel weer een hoop tijd zo. Hè? Zo, horen ze het geluid, joh. Geweldig. Ja, het is wel apart hoor, die oude dingen. Hè?
Nou ja, daarom staan we hier dus in de file. Zo, die heeft ook een open pijpje. Ze houden gewoon al het verkeer tegen de verderop bij de peage om die grapjassen er langs te laten. Het staat helemaal stil. Oké, dat hebben we ook weer gehad met die autootjes. Dan gaan we nou maar weer even serieus aan het werk. Hè? Dus komt er niks van terecht. Nou, we zijn bijna in Clermont-Ferrand. Oké, we hebben er weer eentje gelost. Dus gaan we nu naar Brioude. Hartstikke idee, Brioude is er ook uit. Op de controle de derde afslag nemen. Wel een verschrikkelijk mooie omgeving hoor hier. Die loopt die behoorlijk naar boven toe. Zit onderhand op 1100 meter hoogte. Ja, we zijn er bijna, Le Vision, 13 kilometer. Ja, het loopt tegen 6 uur, dus ik denk niet dat die man het vandaag nog aanpakt. Die raken we niet meer kwijt. Zo, zullen we eens even kijken waar die grapjas zit. Zo.
Wacht even. Zo, ik rijd net weg naar dat Le Vigian. Die zijn we toch nog even kwijt geraakt. Die man die pakte het mooi nog even aan. Nou, wel even een bakje koffie verdiend. Hè? Vinden jullie ook niet? Oude brug daar recht voor ons, zie je? Ik zal maar zeggen, bonjour beste kijkers. Ik heb net gelost in Aurillac. Leuk sturen zo binnen door, hè? Hier eentje voor me zitten, die komt ze wat niet boven met zijn vrachtje beton erop. Ja, ik moet hier toch rechtsaf dus. De D32 naar Omps. Dat moeten wij lossen in Omps. Nog een paar kilometer. Hè? Dat is ook wel weer een geinig paadje, hè, wat we uitgezocht hebben. Nou, we zijn nu in het Omps. Dus even kijken wat die grapjas zit. Nou, ik heb het maar even gevraagd, maar hij moet hier om de hoek zitten, dus door mij benieuwd. Ah, ik zie het al. Verrekje. Hier aan de linkerkant zit hij. Ja, je kunt me beter even vragen, zat je hier eigenlijk om zitten rijden? Rechtsaf zijn straatje, dan kunnen we zo achteruit het pad op mij. Mooi, hè? Zo'n klein dorpje. Wat een rust, hè? Leuk, hè, hier nou. Hebben jullie dat gevoel nou ook, dat je eigenlijk een beetje, dat je denkt, ik maak wel een toerist? Mooi, hè? Het is gewoon een heel klein tuincentrum, hè? In zo'n dorpje. Rechtsaf. Het wordt wel steeds smaller, geloof ik. Hè? Ik kwam even een tegenliggertje aan de bestelautootje. Ja, die gaat wel netjes aan de kant. Zal wel moeten, want ik ken het niet.
staat nog aardig een berg hier op, zeg hier. Nou, je zit hier toch bijna op 700 meter hoogte, dus als er zo in de sneeuw ligt op zulke paadjes, kun je ook nog wel even lachen, denk ik. Ik heb er net eerst nog maar eens eventjes een keertje koffie gezet. Want we hebben natuurlijk alweer zoveel spanning achter de rug vanmorgen vroeg. Hè? Ik bedoel, het is net 10 uur. Maar voorlopig hebben we alweer eventjes 2 klanten gelost. Hè? Zit hier best wel behoorlijk hellinkies tussen. Dat gaat hier ook weer met 7% naar beneden toe. Nog even eerst te gaan, maar dat was niet zo. Want ik was aan de beurt. Ik denk dat die Portugees een beetje zwaar geladen is, want die komt moeilijk boven. Ja, ze verzinnen het wel hier, hè? Ik geloof dat we een beetje toeristische route uitgezocht hebben. Mooi man. Het regent zo nu en dan een klein beetje. We zijn hier in het stadje Rodez. Oké, ik heb hier in Sebasak de 11e en tevens de laatste klant gelost. Dus hij is weer leeg. Daar recht voor ons, daar ligt dat Rodez waar we er net doorheen gekomen zijn. Mooi gezicht zo, op die heuvel. Nee? We zijn onderweg naar Castellon du Gard en dat ligt tussen Nîmes en Avignon. En daar moeten we 22 paletten met wijn gaan laden. Spoorbaantje, rammel de rammel, viel nog mee. Nou, om te beginnen zal ik straks stoppen en die lege plantenkarren en alles tot het dak en toe op gaan stapelen. Want anders past het er namelijk niet in. Er zit
hier bij Milau. Ik krijg hier even een peage. Een beetje ongezellig, beste kijkers, hè, met die regen. Schiet niet erop. Ja. Daar heel in de verte, daar zie je het viaduct van Milau. Dat is een ontiegelijk bouwwerk geweest. Staat hier een bord. Hij is 2,5 kilometer lang. En je kunt het niet goed zien, maar als ik zo eens naar beneden kijk, dan is het een behoorlijk gat, zeg maar. De A75 is dit. Ja, dat is wel een mooi baantje. Hè? Dan gaan we zo via Montpellier en Nîmes richting Avignon. Zo, dan zal ik eerst eventjes die karren en die platen gaan stapelen en dan is dat maar klaar. Het gaat hier eventjes met 7,5% naar beneden toe. Over een afstand van 6,5 kilometer. Dus. Wat daarheen mee in de glorio, hè? Niks aan de hand. Nou, het is een behoorlijk zakkertje, zeg hier dan. Nou ja, en hier is het weer nagenoeg vlak. Hè? Alle berg is weer weg. Montpellier is nog 26 kilometer. Ik ben net Montpellier voorbij. Het was een beetje druk daar. Een beetje vielachtig, zeg maar. Een beetje snet weer buiten. Hè? Weinig aan met die regen. Zo, ik zal even die karren en die platen gaan stapelen. Dan is dat maar even klaar. Voordat ik bij die man sta. Zo, even een half uur aan het stapelen geweest. Ik heb er even een blokje van 6 van gemaakt. Dat neemt 2 meter ruimte in beslag en dan passen er 22 paletten achter. Anders had dat niet gegaan. Maar hij loopt lekker, beste kijkers. Zit onderhand bij Nîmes. Zo, dan gaan we er hier af bij Remoulin. Een klein stukje binnendoor. Het is nog 8 kilometer dus. Al die druivenboompjes aan de rechtse kant. Hoef je niet te vertellen waar die voor zijn. Een bordje 19 ton. Ja, zal wel goed gaan. Hey. Wel mooi hier. Mooi.
mooie omgeving. Zo, dan waren het de takken. Toeristische route uitgezocht, geloof ik. Ja, dan moet ik hier rechtsaf. Even kijken. Nou, dat gaat hem niet aan horen, denk ik. Nee, dat dacht ik al. Hier ook niet, verdomme. Jezus, heb ik dat? Nou, dit gaat niet. Ik denk dat ik even achteruit terug ben. Dat wil ik niet, maar ik zal nou mijn shopping claim hier hebben. Nou, ik denk dat we even in eentje terug gaan achteruit. Ik heb al altijd even een paar kilometer achteruit gefietsen. Nou, snuitjes, ik denk dat we even een paar kilometer achteruit terug kunnen gaan, want het gaat hem echt niet worden. Ik kan die keer ook hier, dus schakel aan. Wat een zinnetje zie. Hebben we huilen. Nou, jullie zien het, hè. We zijn nog steeds aan het achteruit rijden. Nou, we rijden weer. Gaan we maar een andere weg eentje proberen, hè. Dat was weer even spannend. Nou, gaan we het hier nog een keer proberen. Dat is een geweldig pad. Dat zou mij benieuwd waar we nou weer uitkomen, snuitjes. Hey. Dan zou ik weer achteruit terug. Misschien wel handig als ze goed adres opgeven. Hey. Nou, die vent hier is onvindbaar. Dat is ook 19 ton. Ja, dat is geweldig hier, dat is best. Godverdomme. Ik ben wel een vastman hier. Jullie zien het, weer omgekeerd. Misschien wel handig als ze een goed adres opgeven, want het is Sint-Hilaire. Dat is een ander plaatsje. Wat lekker jongens, ik heb al 4 uur en 3 kwartier rijtijd. Dat is ook alweer een kwartier te veel. Dan krijg je ook weer gedonder mee. Ja, wat moet je eraan doen? Dan sta ik hier in Sint-Hilaire. Een dorpje verderop. Kijk, dit is ook een wijnfabriekje, maar niemand die weet of het hier nou eigenlijk wel is. Dus dat zijn ze nu nog even aan het uitzoeken op vrijdagavond. Goedemorgen, beste kijkers. Het is zaterdagochtend. We rijden net weg uit Sint-Hilaire. Oké, we gaan leeg naar Parijs toe, naar Les Ulis. En nou denken jullie natuurlijk, hoe kan dat nou? Nou, dat zal ik je even uitleggen. De vrachtwijn die gaat niet door. Het zit namelijk zo dat die man er vrijdagmiddag om 4 uur mee stopt. En maandag pas weer begint. Dus en daar gingen we niet op staan te wachten. Zo, dat was een spoorbaantje. Die ging ook weer goed. Hè?
is jammer, beste kijkers. Want het is troosteloos weer buiten. Zoals jullie zien. Hè? Over de rivier, de Rhône heen. Oké, we zitten hier bij Orange. Dat ligt nog ten zuiden van Lyon. Valence, zoals jullie zien, is het aardig druk op het plaatje, hè? Op de toeristen. Nou, ik weet het niet, maar volgens mij wordt het vandaag niet meer droog als ik dit zo eens bekijk. Hè? Zo, de peage bij Vienne. Lekker te harken met z'n allen, zeg hij. Jongen, jongen. Ja, dat kon ik bijna niet uitblijven natuurlijk, hè? Dat we een filetje zouden krijgen. Dat is knap druk. Ja, zoals je ziet hebben ze aan de overkant ook geen klagen, hè? Het is echt een lekker zootje takken weer, hè? Al die regen. Zo, dan kan ik er hier bij Tournus even af. Even een boodschap halen in Chalon. Aan de rechtse kant zit de Oceaan. Zullen we daar eens even gaan shoppen? Hè? Zo, snaakjes. Dat hebben we ook weer even gehad. Even melk en brood en zo gehaald. En visie. Allemaal goed. Hè? Ze hebben hier van alles. Nou, het is dan ga je weer dat je zegt van we zullen een gezellig stukje gaan wandelen, jongens. Er is echt geen bal aan buiten. Hier aan de linkerkant, daar zat altijd een roetje, maar die hebben ze dichtgespijkerd. Er is niks meer te beleven. Hier aan de rechtse kant, daar zit er wel eentje. Die is open. Die is ook het weekend open, dat is een goede tent. Hier aan de rechterkant, daar zat de Algerijn zat daarin, dat was ook een goede tent, die is ook dichtgespijkerd. We zitten hier bij het Bonne en draaien we zo richting Parijs.
Zo, ik zal anders even de parking opschuiven. Zal ik eens even wat te eten in elkaar knutselen. Ik begin trek te krijgen. Ik denk dat het een kipfilet wordt met gebakken aardappeltjes en groenten. Hey, zien jullie dat? Het is droog geworden. Niet te geloven zeg. Kwart voor zeven geworden. Ik zal eens even een bak koffie gaan zetten. Nou, het is niet voor mogelijk. De dag is om en de zon die gaat schijnen. Hebben wij weer. Hey? Ja, het begint al om te schieten, hè, snuikjes. We zitten een kilometer 40 voor Parijs dus. Nog 8 kilometer, hè? Zijn we er. We zitten hier op de N104.